Welkom allemaal. Welkom. Fijn dat jullie allemaal aanwezig zijn op de Nationale Pannenkoekendag. It's good to see you. Ik vind het heel fijn dat de bewoners van het Vrijthof met hun familie en hun begeleiders bij ons op bezoek zijn. Want wij, de kinderen van de brede zorgschool De Kambier, hebben voor u heerlijke pannenkoeken gebakken. En die gaan wij u straks ook uitserveren. Maar ik zou zeggen, heel veel plezier en eet smakelijk. Dank u wel. Ik pak even wat kleiner van onze moeder. Appelen. Ja. Je bent een liefheb. Achterlangs, omheen, nog verder. Dan een kerseltje langs. Maar die heeft nog geen drinken. Jazeker. Okay. En de volgende zetten we straks op het midden van de tafel. Okay. Ja, dus we gaan gewoon bij tafel 1 beginnen. Tafel 1. Ja, ga maar bij tafel 1 beginnen. Moet je het goed doen dan? Nee, maar. Moet nou iemand de pannen krijgen? Zet mij niet hoor. Dankjewel. Dan hebben ze. Even stukjes ham, beetje ham, draaien. En vandaag is het Nationale Pannenkoekendag. En wij hebben ons als school opgegeven daarvoor. En het is het thema dat de kinderen bakken voor de ouderen. Dus vandaag zijn we de hele dag al bezig om te bakken voor de ouderen. En ik vind dat al die mensen geweldig doen in de restaurant. Broek Cambier op de school. En ja, ze zijn wel van bejaarders en wij hebben hard gebakken. Sinds 9:30, minder dan 9:30 kwam ik naar beneden al. Heb jij nog vragen, Marcia? Hebben jullie nog vragen? Nou, onze kinderen zijn de hele dag inderdaad al bezig, had Jamie al heel goed verteld. 'S Morgens een ploeg aan het bakken geweest, toen een groep aan het bedienen. En nu is er weer een groep bezig om alles te serveren. Maar dat is nog lang niet alles, want straks komen er ook nog kinderen optreden. Maar dat weten ze nog niet. Maar dat gaat straks gebeuren. Het zijn de leerlingen van het VSO van de zorgschool De Kambier. En van de bovenbouw, die straks ook voor de mensen gaan optreden. Geweldig, hè? Uitgenodigd een kleine oud-jazz-artiesten improvisatie. Dank je.